goed gedraaid. Door Casper de Norre dan meegeven met Mario González. De kans en de goal is er voor Oud-Heverlee Leuven. Dik 5 minuten ver in deze tweede helft. En kijk, het is deze man die er 1-1 van maakt. Het is een speler die zich op korte tijd al heel erg belangrijk aan het maken is. Knap werk van Oud-Heverlee Leuven. De voorzet, González met de 1-3. Een geweldige actie van Mendil en Mario González. Ik vrees al boekendicht voor Zulte Waregem. We spelen 20 minuten in deze tweede helft. En het gaat van 1-0 naar 1-3. En Mario González, El Pistolero. Dat is zijn bijnaam. Dat laat hij even zien met die beweging. Oh, makkelijk hoor, Mendil. Opnieuw te makkelijk. Rommes ziet dan González opduiken in zijn rug. Dan is hij gezien, is hij te laat. Daar zijn die centrale verdedigers vast niet in de buurt van Mario González. Bal van Willem. Patrice. Dat wordt ondertussen bevestigd, die 6 minuten. Mario González. De diepte ingestuurd, González. Voorbij de rij, González. Jawel! Hij maakt er 2-5 van. Mario González. En wie zei dat deze man niet over die snelheid beschikte? Sammy Bossut. Hij is de doelman. Ondertussen 25 keer.